Kijk, deze avond, de eerste avond die wij als debatarchitect organiseren in Pakhuis de Zwijger. Dus we zijn een tikje nerveus, maar dat zijn wel meer mensen hier. Ik zie Joris zitten en ik ben ook een beetje zenuwachtig. Het is nou een prille initiatief dat we voor de eerste keer doen. Dus we zijn ook een beetje gespannen of het gaat lukken. Nou, dat bedenken we natuurlijk van wel, zo zijn we ook alweer. En als het succesvol verloopt, gaan we dit vaker doen. Wat ik ook wil vertellen is dat, als jullie willen twitteren, dan wel, mag dat natuurlijk allemaal. Maar we hebben ook een hashtag verzonnen en die is, als het goed is, daar te zien. Dus hashtag niet AR. Als het hier wat zegt, tenminste. We gaan heel snel het programma beginnen. Ik wil vooraf nog drie dingen opmerken. Tenminste, ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om jullie te vertellen waarom we dit gaan doen. De eerste reden is eigenlijk dat we dit doen omdat we ontzettend veel van jullie houden. En dat wil ik ook zeg maar laten merken. Dan moet je niet lachen, want dat komt, merken jullie later allemaal wel hoe het is. Maar het, is een beetje, zeg maar het heeft een beetje te maken met nou, dat we de mensen voor wie we dit doen, dat we daar ontzettend veel mee hebben. En we dachten, nou, dit is ook een manier om dat te laten zien. Het tweede wat we willen doen, is dat we willen verbinden. Het maken van een tijdschrift is het, je zou kunnen zeggen, is de kunst van het verbinden. Van het leggen van relaties tussen lezers, redacteuren, architecten, opdrachtgevers, professionals, artiesten enzovoort. En een derde leidraad voor deze avond is geweest dat we, je zou kunnen zeggen, het gesprek over architectuur ook met andere middelen willen voortzetten. We doen het natuurlijk in ons blad, op een bijna vanzelfsprekende manier. Maar wij dachten van, nou, als je een avond als deze organiseert, wat je dan ook doet, is dat je het belang van het gesprek over architectuur, of als je verder wil gaan, het belang van de architectuurkritiek, dat je die zeg maar, op een bijzondere manier ook onderstreept. Namelijk door de mensen die gewend zijn om wat te schrijven, dingen te doen, bijdragen, projecten in te sturen. En dus zowel architecten als schrijvers, om die te vragen bijvoorbeeld een project toe te lichten, te laten zien wat architectuur vertelt. Ja, misschien ook iets te vertellen over hoe het samenhangt met iets wat op dit moment in de samenleving een rol speelt, wat ook weer is. De nieuwe tijd, ga zo maar door. Misschien valt het door de crisis vanavond wel. Het zou zomaar kunnen. Misschien moeten we het er ook over hebben. En proberen aan te sluiten op het nieuwe elan, wat op dit moment toch in de architectuur kop op in te steken. En her en der al te zien is en te merken is. Maar in ieder geval, wij denken dat dat voor jullie interessant kan zijn. En nou, we vinden het ook ontzettend prettig dat we op dit op deze bijzondere plek mogen doen. Want deze plek is toch een beetje onderdeel van een project dat in ieder geval in de Nederlandse architectuur veel heeft betekend. Onder ook kijk ik even naar jou, want jij bent het volgende van dit project. Ja. Dus we zijn ontzettend blij met jullie gastvrijheid. Oké, wat we willen doen vanavond is een van onze laatste nummers tot leven brengen. We zullen vanavond een aantal mensen een revue passeren. Het is een soort revue en verschillende onderwerpen aan de orde stellen. We proberen dat een beetje te doen met een soort tempo. Ik zal ieder onderdeel kort inleiden. En wanneer het al te lang duurt of wanneer het is afgelopen, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dan speelt Matthijs